Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, ik ben alweer een klein tijdje eruit. Ik moet zo meteen, moet ik weg weer. Ik moet naar richting de huisarts. De assistenten moeten mijn urine in ontvangst nemen en dat moet nagekeken worden. Ze moet bloed prikken en ik moet nog te verschijnen. Dus ik heb nog geen bakje koffie, niks op. Maar ik ben ook in die tussentijd neusverkouden geworden. Ja, de rechterkant. Oh. Raar is dat. Zo bekeer je niks. Ik loop naar beneden, nog niks aan de hand. Ik was naar de wc geweest vanochtend vroeg. Het was nog hartstikke koud, dus ik doe de kachel dan altijd hier staan. Ga ik weer naar boven, duik ik er dan weer even in. En ineens begin ik toch te niezen in bed. En gelijk neusverkouden. Nou, lekker dan, maar niet heus. Nou, ze heeft net weer een beetje gegeten, ons meisje. Ja. Ja, mischat. Maar in ieder geval, wees welkom weer bij mij in de Beestenboel. Bij Corina in de Beestenboel. En wat voor dag leven we vandaag? Op woensdag, dat weet ik. De 30ste, 30 januari. En het is 10:22. Ja. Die krijgt zo meteen zijn kap op, zijn muilkorf om. Hé, kerel? Of niet dan? Hij is zo lief, hè? Heel. Hij is zo lief. Nou, en het zonnetje komt er ook heel waterig er doorheen. Zoals jullie wel kunnen zien. Heel lodderig ook. Ook alsof het verkouden is. er is hier nog geen sneeuw van betekenis. Wanneer dat zal gaan worden, weet ik niet. Laat het alsjeblieft zo blijven dat ik thuis ben. Want ik moet nog even naar de Vomar als ik op de terugweg kom. En ik moet naar de Big Bazaar. Nou ja, en dan kom ik thuis. En dan hoef ik niet meer de deur uit, nee. Ja, of ik moet nog een extra gast krijgen. Zoals mijn zoon, dat weet ik niet. Dat is met hem afwachten. En dan moet ik nog wat extra even in huis halen, ja. Hij zorgt allemaal voor zijn koffie, toch? Ja, want hij drinkt andere koffie en ik ga dat niet kopen. Dan moet ik een heel apparaat aanschaffen. Ja, maar hoe lauw. En neemt zelfs de spullen mee. Als hij mijn koffie niet lust, drinkt hij met thee of hij neemt zijn eigen koffie mee. Simpel. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een glimlach, doe ik ook. Ja, we gaan gewoon door met die banaan. Ja, toch? Oh, mijn neus jeukt zo vreselijk. Bah. Maar oké, ik zal me klaarmaken om... waar leven we nou, zeiden we? 10:25. Ja, ik moet even de boel klaarmaken. En dan ga ik die kant op. Beter op tijd dan te laat. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, tot straks. Oh ja, ik neem de GoPro mee. Dus, kennen jullie weer even genieten van de rit. Even naar de huisarts toe. Nou, ik zou zeggen, tot later.